Een heel fijne zaterdagochtend allemaal en welkom bij een nieuwe Achteruitkijkspiegel. Dit keer nog steeds uit het oog van Golf 2. En dat betekent dus dat ik nog steeds alleen in de auto zit. En die auto is vandaag een Nissan Leaf, volledig elektrisch dus. En wie ga ik dan anders bellen dan mijn favoriete collega van de alternatieve aandrijflijnen en ook conventionele trouwens, onze techneut Cornelis Kit. Eens kijken of Cornelis er al is. Goedemorgen. Cornelis, een heel goede ochtend. Hoe is het daar? Hi. Ja, lekker. Zaterdagochtend, krantje erbij, koffie. Heerlijk. Weinig spannend. Heerlijk, heerlijk. Mooi man. Mooi man. Er komt hier zwaar een waterig zonnetje door. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat het nog een mooi weekend wordt. Ja, lekker. Ik houd het wel voor schoon, want ik zit vandaag in een Nissan Leaf. Dus ik dacht van ja, dan bel ik jou natuurlijk, hè, als de man van elektro. Dus ook, ja. Ja, het hebben we wel doorgemaakt met die elektrische auto's de laatste paar jaren. En we gaan alweer een stap verder, want ik las van de week dat we... Hè, elektrisch rijden is heel 2019, hè. Nu gaan we vliegen. Want wat ik wat ik heel fascinerend vond, want ja, laten we eerlijk zijn, vliegende auto, we dromen er al decennia lang over. En het zijn toch wel mooie Nederlanders die het gaan doen. Alhoewel wel een paar Tsjechen geloof ik, maar dit gaat toch echt rijden nu. Ja, ik hoop dat het bij rijden blijft. Bij rijden bedoel je? Ja, niet meer die dingen gaan vliegen. Ja, maar daar zijn ze voor gemaakt. Ja, de mensen niet. Nee, ja. Je lijkt mijn oma wel, die zegt ook altijd. Als je nou toch ziet dat hoe mensen nou al met een auto over de weg gaan, als dat dan in de lucht waar geen rijstroken zijn, dat wordt toch een zootje? Of ben ik een pessimist? Nou ja, het zou een zootje worden als we straks net zoveel Paul V's als gewone auto's zouden rijden. Maar ja, een Paul V gaat zo'n half miljoen euro kosten geloof ik, dus die is niet voor iedereen weggelegd. Blijft toch een speeltje voor de rijke man, denk ik. Goed, ja, maar je mag nu al niet met je drone in de buurt van Schiphol, omdat dat eng is. Nou, dan is dat nog maar een stukje plastic, maar als daar nog een poppetje in zit, gaan we alle mensen dan opvoeden met nieuwe luchtverkeersregels? Ik vrees van wel, ja, maar ik vind het wel, ja, ik vind het toch fascinerend, weet je wel. Ik heb een hoop gevlogen in mijn leven, maar ik moet echt zeggen, ik vind helikopter vind ik echt de mooiste manier van vliegen. Dat vind ik zo fascinerend. Dus ja, natuurlijk een gyrocopter, oké, maar het komt op hetzelfde neer, denk ik, technisch gezien. Of tenminste in de praktijk, maar nee, ik kijk er naar uit. Ik moet het nog zien gebeuren, eerlijk gezegd, wat je ook zegt. Straks allemaal van die Paul V's in de lucht, maar ik vind het idee leuk. Ja, nee, goed. En moet je dan en een rijbewijs en een vliegbrevet hebben? Ja, dat is wel, moet je een vliegbrevet voor hebben? Ja, dat denk ik wel, ja. Nieuwsgierig. Ja, ja. Hey, over verkeersregels gesproken. GroenLinks en SGP geloof ik, die hebben een motie ingediend om in de bebouwde kom alle 30 km per uur de standaard te laten worden. Wat vind je daar dan van? Vind ik geen goed idee, zou ik maar heel voorzichtig zeggen. Dat zei de minister ook trouwens, dus je bent een goed gezelschap. Ik zou zo'n minister kunnen worden, echt de los over van opknappen. Ja, nou ja, Cora van Nieuwenhuizen zegt dus van ja, dat moeten de gemeenten zelf bepalen. Maar dat vind ik juist zo'n probleem in Nederland, dat gemeentes veel te veel zelf bepalen op het gebied van verkeersregels. Een stokpaardje van mij zijn die verkeersregels, die voorrangsregels met fietsers op rotondes. De ene gemeente heeft de fietsenvoorrang, de andere de auto. Ik ken zelfs gemeenten waar het per rotonde anders is. Ja, en dat geeft dus een totale chaos. Fietsers die maar voorrang nemen, terwijl ze niet hebben, auto's die andersom, et cetera. Dat is levensgevaarlijk. Ik bedoel, ik ben de laatste om verkeersregels te promoten. Maar ja, soms zijn ze gewoon nodig om met elkaar veilig doorheen te komen. En ik vind dit een typisch voorbeeld. Ja, en 30 in de bebouwde kom. In Oslo en ik geloof Helsinki is al bewezen, hebben ze al laten zien dat er nul doden onder voetgangers en fietsers zijn gevallen afgelopen jaar dankzij die maatregel. Of waarschijnlijk dankzij die maatregel. Dat weet ik dan weer niet. Maar we moeten het allemaal wel een beetje begaanbaar houden. Het is net als die verhalen van 120 of 130 op de snelweg, dat is te hard. Veel te ver verkeersdooien. Ja, dan moeten we allemaal 80 gaan rijden. Ja, en dat is dan ook wat hard, want dan heb je ook nog verkeersdooien. Waar ligt dan wel de grens, weet je wel? Ja. Ach, weet je, hele leven, als je zodra je geboren wordt, begint het leven met risico's. En ja, dan moet je maar toch een beetje proberen erheen te slaan, denk ik, dan af en toe. Ja, ja, ja. Nou woon ik in een dorp waar ze scheid hebben verkeersregels. Maar aan de andere kant zelf weer hun eigen verkeersregels instellen. Want in mijn buurt hebben ze van de week allemaal bordjes met 15 geplastificeerde A4'tjes met 15 opgehangen. Woon er 15 km per uur. Dus Katwijk maakt zijn eigen verkeersregels. Tenminste, ja, woon er is natuurlijk 15, hè? Ja, ja. Dat is ook weer waar, ja. Het is gewoon dubbel opbord, zeg maar. Maar ja, natuurlijk, er zijn gerust plekken waarbij je echt aan de snelheid moet hebben, scholen en
krappe straatjes. Natuurlijk doe het lekker rustig aan, maar gewoon 50 of 30 voor de hele bebouwde kom. Ja, ja. Man. Je krijgt toch één grote verkeersopstopping. Ja, ja, ik weet het ook niet. Aan de andere kant, ja, nou goed, ik. Ik geloof dat ze wel uitzondering willen maken voor doorgaande wegen, hoor. Maar goed, vooralsnog, de minister is tegen, dus dat gaat nog wel even duren als dat zover komt. Ja, gelukkig. Hey, wat ik een mooi nieuwtje vond, is het is eigenlijk gewoon treurig. Citroën die een proces begint tegen Polestar. Ja, kinderachtig. Vanwege een logootje. Ja, kinderachtig. En vind jij het ook blij? Ja, die figuurtjes, die zou je, als je ze een paar slagen in de ronde draait, zou je ze inderdaad in de vorm van het Citroën logo neer kunnen zetten. Maar dan wel het vrouwelijke Citroën logo, want volgens mij is het moderne logo ronder. En daarbij komt, ja weet je, dan zou je eigenlijk wel iedere auto met een naam erop, zou je dan ook wel een proces tegenaan kunnen doen. Want ja, die letters die gebruiken wij ook. Ja, ze staan wel anders, maar ja, kom op jongens. Weet je wel, ik geloof dan niet dat er iemand is die een DS en een Citroën met elkaar zou vallen geworden. Nee. Polestar bedoel je? Nee, dat is belachelijk. Dat slaat helemaal nergens op. Polestar, ja. Nee, het slaat nergens op. Maar goed, het wordt al mooi vertraagd in Frankrijk. Ik geloof dat ze 6 maanden lang niks mogen doen met Polestar daar. Dat is al treurig. Ik vind het een sympathiek merk. Het heeft potentie, denk ik. Maar goed, er zijn al meer mensen die iets tegen Frankrijk hebben op dit moment, heb ik begrepen uit de pers. Dus laten we daar maar niet over hebben. Nee, inderdaad. Dus ja. Van die dingen. Ja, ja. Hey, maar over elektrisch gesproken, wat ik wel grappig vond om te lezen eigenlijk, is dat de ACEA zegt dat het aantal laadpalen, dus de infrastructuur in Europa, achterblijft op het aantal elektrische auto's. Er zijn op dit moment een kleine 200.000 publieke laadpunten in Europa. Dat is te weinig, zeggen ze. Nou, dat durf ik niet te zeggen, het zal wel. Maar wat ik wel leuk vond in het nieuws weer, dat een kwart van die laadpunten in Nederland staat. Een kwart van alle Europese laadpunten. Dus dan mogen we ook wel zeggen dat wij het braafste jongetje, het beste jongetje van de klas zijn in dit geval. Ja, of in ieder geval een boel geld erin gestopt hebben, laten we het zo maar zeggen. Ja, maar goed, dat is toch een mooie ontwikkeling, zou ik zeggen. Of ontwikkeling, een mooi weetje. Ja, het is natuurlijk, volgens mijn moeder, ook een vraag en aanbod verhaal gaan worden natuurlijk. Natuurlijk. De overheid alles gaan regelen, maar ze hebben ze ook niet gedaan met benzinepompen. Nee, dat is ook zo, dat is ook zo. Maar ja goed, je doet van alles om die elektrische auto te promoten. Dan wil ik zorgen dat je daarmee mee te voeten kan natuurlijk. Dus ik vind het wel een mooie ontwikkeling. Ik ben wel een beetje trots op het Nederland dat wij zoveel laadpunten hebben. Een kwart van alle Europese. Goed man. Ja, nee, ik bedoel, juichen toe hoor. Ik vind het hartstikke prettig. Maar alleen moet je dat als overheid willen organiseren of moet je dat aan de markt laten? Dat is natuurlijk de grote vraag. Heb je helemaal gelijk. En ik ben ook voorstander van een vrije marktwerking. En in dit geval zou dat ook zo moeten zijn. Maar er zijn natuurlijk zat landen waar natuurlijk nauwelijks elektrische auto's zijn. En ja, dan kun je natuurlijk wel heel dapper een netwerk uit gaan rollen. Maar dan ligt het te verstoffen. En tegen de tijd dat je wel een groot wagenpark hebt, dan blijkt het netwerk verouderd of zo. Dus je moet een beetje denken aan een groot vliegveld in Berlijn wat onlangs geopend is. Ja, inderdaad. Tegel. Dat was ook een ding. Tegen de tijd dat de sleutel in slot ging, was het hele vliegveld verouderd. Ja, bijzonder is het. Zelfs die Duitsers kunnen zoiets verprutsen. Maar wel goed, het zou in elk geval goed nieuws zijn voor Jaguars. Want over sturing en marktwerking gesproken, wat ik ook een interessant nieuwtje vond deze week, is de facelift van de Jaguar E-Pace. En dan denk je, wat moet ik daar nou mee? Nou, het gaat mij niet om die facelift, het gaat mij om het feit dat er allemaal nieuwe motoren in komen te zitten. En waarom is het interessant? Omdat de E-Pace in zijn 3-jarige bestaan eigenlijk een beetje een treurige auto was. Om de simpele reden dat hij op een relatief oud onderstel stond, daardoor was hij zwaar. En een E-Pace kostte door onze CO2-belasting eigenlijk zo goed als hetzelfde als een vergelijkbare F-Pace, een groter model. Ja. Dus die E-Pace was bij voorbaat kansloos. En hey, wat doet Jaguar nou? Er komen niet alleen 3 cilinders met mild hybrid techniek aan boord, maar er komt zelfs een plug-in hybride E-Pace. En dan wordt het een ander verhaal. Ja, dan wordt het interessant natuurlijk. Dan gaat de BPM er lekker af. Ja, ik ben benieuwd wat die auto dan nog gaat doen of dat men hem dan al vergeten is. Ja, hij is natuurlijk al 3 jaar oud. Hè? Het was natuurlijk niet een heel revolutionair model. Ook nog. Aan de andere kant, Lease Rijden Nederland is razend enthousiast over Jaguar dankzij de I-Pace. Dus ja, misschien dat die I-Pace een mooie tussen... Ja, daar mooi mee kan liften. Ja, natuurlijk. En ik bedoel, het merk heeft altijd mijn sympathie. Daar gaat het zeker niet om. Nee. Dus ik hoop dat ze het op deze manier... Maar goed, plug-in hybride, nog toekomst volgens jou als kenner? Ja, nee, die auto's die zijn er. Dat is geen toekomst. Nee. Oké, dat is ook een heldere verhaal. Ja, dat is een blijvertje.
Ik bedoel, verbrandingsmotor zal ook nog wel een tijdje meegaan. Dus dan is de enige manier om voor de verbrandingsmotor om te overleven, dat is met een elektromotor daarnaast. Ik rijd langs, net langs een Citroën C4 en een berm met knipperende lampjes waarvan de verbrandingsmotor niet lang meer overleeft, denk ik. Hoppakee, had je maar niet moeten schoppen tegen Polestar. Ja, echt zo. Mooi, mooi. Nou, met die wijze woorden wil ik eigenlijk het weekend inluiden. Tenzij je nog dingen hebt die je met mij wil bespreken. Nee, ik ga heel weinig spannends doen. Ik ga misschien nog een laatste rondje met de boot varen, de winter klaarmaken. En dan hebben we dus spannende dingen alweer gehad voor deze dagen. Ja, nou ja, dat zal ik voor jou niet uit te leggen, maar de kijkers misschien wel. De nieuwe Autoweek nummer 44 ligt nu in de winkel en die moet je vooral niet missen, want ze hebben boordevol mooie verhalen. En dat is heerlijk op de zondag, op de zaterdag. En dat gezegd hebbende wens ik jullie allemaal een fantastisch weekend. En blijf thuis, doe je mondkapje op en blijf gezond. Ja, mede namens mij. Oké, dag meneer. Dankjewel allemaal. Hoi. Bye.